In deze snoeitip snoeien we de Italiaanse cipres terug in vorm. Je kunt de Italiaanse cipres het beste in het voorjaar of in de vroege zomer snoeien. De boom heeft zo de tijd om te herstellen en het zal de groei bevorderen. Als eerste verwijderen we de dode, zieke of beschadigde takken. Doe dit uiteraard wel met een scherpe snoeischaar. Snoei vervolgens de takken die naar buiten hangen met een heggenschaar, om zo een smalle vorm te creëren. Wanneer je de takken niet op tijd snoeit, kan hij zijn zelvorm kwijtraken. Snoei nu de takken die naar binnen groeien en elkaar kruisen. Deze takken kunnen de luchtstroom beperken en wrijving veroorzaken, wat schade aan kan brengen. Snoei de takken aan de onderkant van de boom om een symmetrische vorm te behouden. Zorg dat je niet meer dan 20% van de takken snoeit in een seizoen. Dit kan leiden tot stress, waardoor de boom trager kan gaan groeien. Wil jij nou weten hoe je een bepaalde boom, plant of haag snoeit? Laat het dan weten in de reacties en wie weet behandelen we jouw boom, plant of haag.